Nou is het geen nieuw probleem. Het is al jaren dat wordt gesproken over de zorg. En zo'n dag is dan één keer, of één dag staat er dan extra in de belangstelling. En toch, jullie doen het allemaal met passie en met beleving. Zie je die passie bij de beroepsgroep ook afnemen, of niet? Door die werkdruk? Het zet de passie soms wel onder druk, denk ik. Ja, omdat je dan door die druk toch vergeet waar je het uiteindelijk voor doet. En dat is die patiënt, cliënt of zorgvragen waar je het voor doet. En dat is wel gewoon enorm jammer, want we hebben die mensen gewoon keihard nodig in de zorg. Nou, ja, maar wat ik wel van iedereen hoor is dat ze nemen enorm veel verantwoordelijkheid. Dat soms, dan gaan ze zelfs niet op vakantie omdat anders de roosters niet rondkomen. En dat vergt heel veel. Er gaan huwelijken kapot door die druk. Misschien waren die anders ook kapot gegaan, hoor. Dat weet maar, je. Ja. Maar als zo vrij mag zijn, zullen we elkaar gewoon eens even stoppen met elkaar gewoon zo heel netjes en elkaar gewoon zeggen hoe het zit. Want jullie verdienen toch allemaal gewoon veel te weinig. En er zijn toch gewoon veel te weinig mensen die daardoor gewoon dit werk willen gaan doen. Dat is wat ik non-stop lees. En dat lees ik al jaren. Ja, het maakt het er niet aantrekkelijker op, denk ik, voor mensen. En, zeg het dan. Ja, meer geld. Ja, het is ook zo. Meer geld, zeker weten. Er wordt beter. Nu een kabinet geformeerd. Meer geld. Ja, nee, klopt. Daar maken we ons beroepsgroep ook meer geld. Ja. Als beroepsgroep maken we ons gewoon ook echt heel sterk voor. En er zijn echt mensen ook in de politiek te hard in bezig voor ons om daar wel echt aan die touwtjes te trekken. Maar goed, ja, daar zitten wij niet. En wij zitten in de praktijk. En vanuit daaruit is het inderdaad dat verpleegkundigen en verzorgers die klagen niet, Vincent, toch? Nee, maar het probleem is natuurlijk tweeledig. Want er is én te weinig geld voor sowieso verpleegkundigen, maar ook nog eens te weinig geld voor salaris. Dus er is twee keer te weinig geld. Dus mensen van de formatie, als jullie kijken, ja, doe er iets aan. Jij hebt een gedicht geschreven, Vincent. Ik heb een ode geschreven. Ja, dat duurt dan ongeveer een uur als ik hem maar voorlees. Zal ik hem helemaal doen? Een deel van de ode. Zal ik een deel doen? Ja. Maar we hebben nog wel even tot de uitslag binnenkomt. Bij het Songfestival. Dus hoe is het met Ajax? 2-1 volgens mij stond het nog, maar ik weet niet hoe het net staat. Stond het nog 2-1. Oh, 3-1, oh jee. Oh mijn god. Oh. Ga maar snel lezen, dat brengt geluk. Een ode aan de verpleging. Dit is een ode aan handen die helpen, die wonden verzorgen en bloedingen stelpen, die kussens herschikken, infusen aanleggen, die zonder te spreken zoveel kunnen zeggen, die pijnstillers geven, die pleisters lostrekken, patiënten die niet kunnen slapen toedekken, die oude mevrouwen op poepstoelen zetten, die vegen, die poetsen, die zalven, die betten, die koorts kunnen voelen en troosten bij pijn. Wat is het toch goed dat die handen er zijn. Mooi. En dan nog 5 coupletten. Ja, super. Mooi.